Ik houd op een 6. Maar dat komt omdat ik het hier niet heb te zeggen. Ons seksleven kwam niets tekort. In dat moment niet, nee. Oh. Zeker nu. Duur dan. Was wel oké. Okay. Oké. Okay. Ja, wat wil je horen? Ja. We hadden goede seks met elkaar. Ja. Dat is wat ik wilde horen. Maar wel genoeg tekort. Ja, sorry. Maar we waren gewoon te jong. Ja, dus, dat is ja. Oké, okay, druk toch wel. Het was wel goed. Ik ben het daar wel mee eens. Niet eens. Nee? Oh. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Daar ben ik het zeker niet mee eens. Welke cijfer geef je mij in bed? 9. Oh, horen jullie dat? Ik denk toch wel een 8. Oké. Okay. En jij? Dankjewel. 7. Wauw. Was wel oké. Okay. Oh, wel oké. Okay. Maar ik deed meer. Zeker wel 9. Goed gekeurd? Ja, zeker. Ja? Let op naar wat je zegt, nee, hè. Nee, oké. Okay. Maar kijk, ik heb de laatste tijd veel seks. But like, oh, I'm experimenting, snap je? En met u was dat like, cozy en ja, het was liefdevol. Gewoon vertrouwd, inderdaad. Vertrouwd. Ja. Maar toch wel 8,5. Nee, ik geef wel echt een goede 8,5. Een 7? Oké. Okay. Is dat goed? Ja. Ik geef u een 10. Oh, ik jou een 9. Gast, what the fuck? Ik zeg gelijk gewoon een 10. Ik houd op een 6, maar dat komt omdat ik het hier niet heb te zeggen. Omdat ik het niet echt gewoon heb ontmoet. Nou, zeg meen maar. Je dit echt? Ja, dat doe ik. Toch wel een 9, denk ik. Wel hoog. Waarom geen 10? Hou je kop dicht, dat vind ik echt een kutvraag. Ben ik je beste bedpartner geweest? Nou. Nee. Nee, niet eens. Nee. Nee, ja. Same. Ja, sowieso. Nee. Nou, oké. Okay. Eerlijk antwoord. Oh my god. Ik wil je zo niet beledigen. Oei, nee. Nee? Nee. De meest recente ex, dat was echt de beste. I'm sorry. Ik heb nu veel tijd gehad om te experimenteren, ja. En zo. En dan ga je gewoon nieuw ding proberen en dan komt je steen waarvan je denkt, oh, oké. Okay. Ja, ja, ja en nee. Zeg maar qua intimiteit wel, maar echt qua de seks zelf, nee. Nee, nee. Ik die van jou? Nu niet meer. Wat was er goed aan onze seks? Ik vond het wel heel fijn als ik vastgebonden werd. Maar ik vond het ook heel fijn als ik jou mocht vastvinden. Nou, je bent wel een van de weinigen die me heeft laten klaarkomen. Ja? Ja. Dank je. Ik vond het grappig dat het echt op de meest random momenten was. Wat was er goed? Stond er toch? Ja, wat was er goed? Ja, het was gewoon heel vertrouwd. Het was nooit awkward. Nee. Nooit een moment. Ook niet de eerste keer of zo? Nee. Volgens mij hebben we echt super hard gelachen daarna. Laat ik het zo zeggen, de rollen waren goed verdeeld. Ja, en ook gewoon helemaal in het begin met de corona hadden we helemaal niks te doen. Dus hadden we echt gewoon de hele tijd, gewoon heel de dag. Dat was wel... Ja, dat was, maak je zin. Een experience. Ja, een experience. Dat we echt heel vaak heel veel dingen gewoon in het openbaar deden. Ja. Ja, een heleboel badkamers, ja, dierentuin, liften. Strand, auto. Een paar keer. Auto ook, ja. Ja, voor mij dat ik een beetje ontdekte wat seksueel is en hoe je dat echt doet. Eigenlijk, ik weet niet, het was gewoon goed of zo. Ik kan het niet uitleggen. Nee, ik denk omdat zeg maar, dan de libido van ons alle twee op dezelfde niveau zit. Dus dat was altijd gewoon, voor ons was altijd goed. Het was bijna nooit iets van... Oh, zeg maar van, oh, ik heb geen zin in. Of... Ik heb dat echt nooit bijna. Nee, daarom zeg ik, daarom bij ons ging dat daarom altijd gewoon goed. En ik vond het ook heel fijn dat jij mij mijn gang liet gaan. Dus als het soms inderdaad niet lukte, dat dan oké was. En dat dan gewoon fijn. Wat kon er beter aan onze seks? Ik denk toch gewoon er dieper op ingaan. En dan bedoel ik gewoon meer proberen en kijken wat we echt fijn vinden. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik was gewoon echt super tevreden op hoe het toen ging. Ja, nou op zich denk ik dat we wel wisten wat we fijn vonden, maar... Ja, maar ik denk dat er nog zo meer is wat we ook fijn vonden. Ik moet wel zeggen dat ik het heel raar vond om dat ding aan te doen. Ja. Die voorwindtildo, ik vond dat echt altijd heel gek. Yeah. Eigen bed en eigen alles. En eat booty. Yeah, there was not enough booty eating. Nou, unfortunately. Nou ja, je weet waar ik van hou tijdens de seks. Bij ons was gewoon heel vaak het moest langzamer en dat ging prima. Mm. Maar ik hield van wel wat ruiger, dus dan
Dat, I guess. Zeg maar, op dat moment niet heel veel volgens mij. Het was al gewoon, was al gewoon voldoende. Gewoon prima. Wow, ja. Fijn om te horen. Ja, nice. Nou, goed. Ik vond het niet slecht of zo. Ik heb niet dat ik dingen dacht van, nou, weet je, dat komt beter of zo. Je mocht wel een beetje ruiger. Like, nee. Oh. Ja, maar dat is wat ik bedoel. Nu ben ik aan het experimenteren en now I know what I like, snap je? Ja, maar dat is wat je achteraf weet. Alhoewel, je was wel snel moe. Ja, hallo. Van dat rampentappen van jou, daar word ik echt snel moe van. Ik moet dat tempo ook bij kunnen houden, hè? Wie van ons toonde het meeste initiatief? Volgens mij was het gewoon 50-50. Soms ik, soms jij. Jij. Oh, so surprising. Oh my god. Nou, dat weten we allemaal moeilijk. Ja. Jij. Goh, ik. Maar het is ook niet dat ik het niet deed. Nee, het is niet dat je het niet deed, maar je deed niet vaak. Waarom? Ja, waarom? Ik was vaak moe. Ja, het was nou niet echt zo van, kom, we gaan. Het was van, joh, gaan we slapen? Ja, gewoon alle twee. We hebben alle twee gewoon initiatief laten zien. Alleen ja, op het einde, ja, dan, je gaat verschillende wegen nemen voor een reden. Dus dan, ja, dan merk je ook gewoon wel daarin de... Maar dan minder van beide ja, kanten. Ja, maar toen jij begon aan die test, toe, ja, het, was ja, het wel is echt wel, zeker. Een beetje overdreven soms. Ja. Ja, ik denk over het algemeen ik. Tje. Ja, ik. Ja, maar ook gewoon op het werk dat ik soms zoiets had van, dude, wat? Stop. Like, dat ik klanten aan het bedienen was en dat jij erbij kwam en me begon aan te raken. Dat ik zoiets ja, had van, oké, dit is een beetje ongepast. Like, don't do that. Het is nou niet zo dat ik mijn hand in je broek heb gestoken daar achter de bar. Ja, het scheelt niet veel. Jij denk ik wel. Ja? Dat is wat gooien. Ja. Terugkerend thema. Ja, dan neem ik heel erg initiatief. Ja. Maar dat wil ik ook. Ik zou heel raar vinden als jij dat zou doen. Weet je, ik denk dat het ook goed verdeeld is. Ik denk in het begin was het meer van mij, toen meer van jou. Ja. En toen gingen we gewoon alle twee, zeg maar. Ja. Wat vond jij onze beste seksbeurt ooit? Ja, misschien nadat we echt ruzie hebben gehad of zo. En dat het ging goed maken. Die ene keer, the first time you talk dirty to me, like in bed. Ik ben echt aan het denken gewoon, aan het refreshen. Dat was toen wij nog niet zo lang in ons appartement woonden en we hadden eigenlijk nog nooit gedaan, want ik vind dat echt super awkward. Yeah. Maar toen deed jij dat en toen had ik zoiets van, oh. Drank, hotelletje. Veel drank bij jou. Ja, ik ben volgens mij heb ik ook nog naar het hotel moeten dragen, half. Ja, die laatste keer dus in mijn nieuwe huis, want toen was mijn huisgenoot er niet. En toen echt, ja, het hele huis. En ook echt de hele nacht. Ja, die krijgt geen 6 en over. 20 seconden om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar jullie seks hebben gehad. In 3, 2, 1. Ja, de bank. Badkamer, slaapkamer. Bioscoop. Balkon. Keukentafel. Aanrecht. Wc. Ja, I guess. Ja, we hebben echt overal seks gehad in dat huis. Buiten nooit, hè? Nee. Nee, dat was het. Dat was het. Portiek. Dan vergeet niet te abonneren, geef een likeje, leuke reactie onder. En laat ook een leuke comment achter. Ja, wil je hem nog? Hij is nog beschikbaar. Dus laat het in de comments hier weten. Kun je hem op date.